Pieters en Van Zijl zijn de laatste, of is het laatste koppel dat afvalt. Dus gaan we met 6 koppels de sprint in. En welke koppels zijn dat? Dat zijn die Denen die indruk maken vanavond. Hester en Morkov. Dat zijn de Spanjaarden die vooral gisteren indruk hebben gemaakt. Torres en Moravedri, vandaag nog niet heel veel van ze gezien. Ik denk dat ze zich inderdaad ook op die laatste grote koppelkoers gaan richten. Welke koppels hebben we nog meer? We hebben de Nederlands kampioen Sinkeldam samen met Raymond Kreder in koers. We hebben de Poolse mannen, de jongeling Staniszewski samen met zijn koppelmaat Pszczolarski. We hebben Loy en Stuppler en we hebben Beukenboom van Schip. En nu wordt de koers dus eigenlijk omgegooid. Daar waar je zojuist moest letten op de laatste man in koers, moet je nu echt gaan letten op de voorste. Want nu gaan we echt sprinten om de overwinning. De allerlaatste kilometer. Laatste kilometer nog, dat betekent 5 rondes. Koos, is het nu al positie kiezen of moet dat later nog even gebeuren? Nou, het is zeker wel positie kiezen. Je ziet dat het tempo al redelijk hoog ligt. Het is allemaal in één lijn. Kan nog een keer worden gewisseld voor alle ploegen. Maar ja, het is echt een opbouw naar die allerlaatste sprint natuurlijk. En je ziet dat nu het gevecht volledig losbrandt. Gevecht barst inderdaad los met nog 3 rondes te gaan. En daar gaan die Denen. Die Denen willen het niet op een sprint laten aankomen. Ze denken... We willen vol die punten pakken. Wij willen er echt wat van gaan maken deze laatste avond. Ze zijn weg. En wie gaan er achteraan? Zijn dat de Spanjaarden? De Denen maken hier serieus indruk in het vroege avontuur. Ze lijken dit toch wel weer. Ja, ze gaan dit gewoon weer halen. Daar komen ze uit de laatste bocht. De Denen, zij hebben zojuist al gewonnen en zij pakken nu weer de overwinning. Hester Morkov. Zij zijn op jacht. Zij zijn iets van plan. Zij willen het, de ketelen en de pauw, ontzettend lastig gaan maken. En ze zijn daar heel goed naar op weg. Want zij pakken de overwinning in deze supersprint. Zij voegen weer punten toe aan hun totaal. Zojuist dus een ronde extra erbij gepakt. En zij zijn op jacht. Mark Hester en Jesper Morkov.